Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Wouter Post en vandaag zijn bij mij te gast aan mijn linkerhand Willemijn Waal en aan mijn rechterhand Hugo Koning. Hugo, Willemijn, dank dat jullie aan dit gesprek deel willen nemen. Ik zou het gesprek willen introduceren aan de hand van een anekdote die betrekking heeft tot mijn vorige weekend aan de Bosporus in Istanbul. Ik was daar met twee goede vrienden. Een van hen doet een postdoc in Istanbul in de archeologie. En wij liepen langs de randen van de Bosporus en namen een boot en wij staken die Bosporus over. En ik bedacht me toen opeens, de Bosporus is niet altijd geweest. De Bosporus is op een gegeven moment ontstaan. En ik geloof dat één van ons daar de meeste kennis van heeft. Ik denk dat Willemijn dat is. Kun jij misschien iets vertellen over de beginners? Ja, nou dat inderdaad, de Zwarte Zee was oorspronkelijk ooit een binnenzee inderdaad. En op een gegeven moment is die doorgebroken. Mm-hmm. En er is wat discussie over wanneer dat precies is geweest en ook wat voor een proces dat zou zijn. Er is een jaar of 20 geleden is er een hypothese gelanceerd dat dat rond 5600 voor Christus gebeurd zou zijn. En dat dat nogal een heftige doorbraak geweest zou zijn. Echt, en dat mogelijk dan ook de inspiratie zou zijn geweest voor het zondvloedverhaal dat we bijvoorbeeld vinden in de Bijbel en ook in heel veel andere bronnen. Maar er zijn ook geologen die zeggen, nee, dat is eigenlijk een veel geleidelijker proces. Dus er is wat discussie over in hoeverre er nou echt een Black Sea deluge was eigenlijk. Hè? Dat het een hele heftige breuk was. Of meer een heel gradueel proces. En daar, voor zover ik weet, is de jury daar nog niet helemaal over uit. Nee, precies. En dat heeft dus vooral inderdaad heel veel aandacht gekregen, omdat dat dan eventueel die historische zondvloed zou zijn. Ja, dus de historische zondvloed. Dat is ook het concept wat ik vandaag eigenlijk wat uit zou willen diepen met jullie. Jullie zijn beide enigszins gespecialiseerd, denk ik, in de mythologische overleveringen van twee verschillende gebieden in tijd en ruimte. In Hugo's geval betreft dat volgens mij vooral de Griekse oudheid. Ja, klopt. En in Willemijns geval Hethitisch Anatolië. Ja, en misschien klopt, ook wel wat gebieden daaromheen, dacht ik. Ja, een beetje Mesopotamië ook, ja. Ik wilde eigenlijk duiden in het kader van een Netflix-serie die wij bij De Nieuwe Wereld een aantal maanden geleden hebben besproken, namelijk Ancient Apocalypse, waarin Graham Hancock, een socioloog aan de Universiteit van Durham, een aantal hypotheses postuleert, of duidingen of ideeën, over de periode rond het Epipaleolithicum, dat is rond 9600 voor Christus, waarin er een zondvloed zou zijn geweest. En Hancock heeft het niet over een zondvloed, maar meerdere zondvloeden over de hele wereld. Wat wij dus vandaag gaan proberen te doen, is ons te focussen op hoe die fenomenen zich uiten rond het Zwarte Zeegebied, misschien in de Egeïsche Zee, ook in het Mediterrane gebied. Dat Mediterrane gebied wordt aan de westelijke zijde begrensd met de zogenaamde pilaren van Hercules. En degene die daar volgens mij als eerste iets over geschreven heeft, was Plato, naar ik meen, of zijn er al mensen daarvoor geweest die... Nou, het is, als je dus hebt over het zondvloedverhaal of een zondvloedverhaal in Griekse mythologie, dan zitten we inderdaad bij Plato wel redelijk vroeg. Mm-hmm. We weten wel dat net iets eerder een dichter die Pindarus heet, een verwijzing doet naar die zondvloedmythe. Ja. En mogelijk gaat het nog wat verder terug. We hebben wel fragmenten van een gedicht dat de Vrouwencatalogus heet. En daar staan ook nog wel, daar komen twee personen, namelijk Deucalion en Pyrrha, in voor. En die worden ook in verband gebracht, in ieder geval later weer, met de zondvloed, omdat zij dan samen de enige twee overlevenden zouden zijn van die zondvloed. En dus de taak zouden hebben, een verhaal dat we natuurlijk ook uit andere bronnen kennen, om de wereld opnieuw te bevolken. Ja. En ja, als het zo is dat we inderdaad die twee vinden met een zondvloed in Hesiodus, of een werk dat aan Hesiodus wordt toegeschreven, dan zitten we ongeveer 700 voor. En dan zou dat echt onze eerste bron zijn voor een Griekse zondvloedmythe. Ja, dus de eerste zondvloedmythe uit Griekse context rond 700 voor Christus. Ik meen me te herinneren dat Genesis uit de 6e of 5e eeuw zou stammen volgens huidige
ideeën? Ja, volgens mij is er ook veel discussie over. Ja. Maar, ja. En zijn er ook andere ideeën daarover, dat jullie weten? Of dat Genesis misschien wat vroeger nog gesitueerd kan worden? Ik weet dat niet. Nou, er zijn natuurlijk verschillende bronnen. Hè? En sommige van die bronnen worden volgens mij wel ietsje eerder geplaatst. Maar laten we het veilig houden. Toch? Natuurlijk, ja, dat is wijs. Ja. We hebben wel volgens mij overleveringen uit Mesopotamische kleitabletten, begreep ik. Ja, dat klopt. Ja. En die zijn de oudste bronnen die we hebben. En even kort misschien ter inleiding, want ik ga het dan hebben over spijkerschriftliteratuur. En dat is eigenlijk een beetje een... nogal een heel breed begrip, want het spijkerschrift dat is ongelooflijk lang in gebruik geweest. Hè. We hebben de eerste teksten van het eind vierde millennium en de laatste in de eerste eeuw na Christus. Dus het is een hele een periode van meer dan 3000 jaar. En het was een schrift dat ook heel populair was en een heel groot gebied werd gebruikt. Dus in Mesopotamië, dus Iran, Irak, maar ook Syrië, de Levant en Anatolië. En het werd ook gebruikt voor verschillende talen en verschillende culturen. Dus we hebben een heel divers corpus. En een aantal kleitabletten inderdaad, die hebben ook versies van het zondvloedverhaal. En we hebben daar ook verschillende versies in. We hebben ook de namen van de overleveraars die verschillen. Maar over het algemeen kun je wel zeggen dat het een heel stabiel verhaal is. Ja, precies. En dat is een verhaal wat ook heel erg lijkt op het verhaal in de zondvloed van Genesis. Ja. Ja. Is dat op de een of andere manier met die Griekse mythe te verenigen? Nou, dat is... Er zijn natuurlijk wel overeenkomsten inderdaad. Dus als je puur gaat kijken naar inhoud, dan lijkt het heel erg op elkaar. Ja. Het is heel erg moeilijk, maar dat geldt voor een heleboel van dat soort verhalen. Ja. Om echt te bewijzen dat bijvoorbeeld het ene verhaal het andere heeft beïnvloed. Of dat een Griek die daar voor het eerst over begon, dat die dan dat had gehoord omdat hij toevallig eens een keertje in Jonië was geweest en daar had gehoord of wat ook. Dat is ontzettend moeilijk te bewijzen. Maar er zijn sterke overeenkomsten. Zodat je zou kunnen zeggen, oké, misschien is het geleend. Aan de andere kant is zo'n zondvloedverhaal natuurlijk ook wel een verhaal waarvan je zou kunnen voorstellen dat dat op meerdere plaatsen ter wereld gewoon spontaan ontstaat. Omdat er natuurlijk nog wel eens overstromingen zijn. Overal ter wereld. Dus je hoeft niet per se aan te nemen dat er tussen al die verhalen een link moet zitten. Nee, precies. Ja, precies. En we vinden ze natuurlijk ook over de hele wereld, inderdaad, die zondvloedverhalen. Ja. Maar het is soms natuurlijk wel interessant, wat Hugo zegt, het is heel moeilijk om dat te pinpointen. Maar je kunt wel, als je echt ook specifieke overeenkomsten hebt, dan wordt het wel waarschijnlijker dat je met hetzelfde verhaal te maken hebt. En dat is zeker bijvoorbeeld met het Mesopotamische zondvloedverhaal, wil ik het maar even gemakshalve zo noem. En Genesis, dat kun je gewoon naast elkaar leggen en dan zie je echt precies dezelfde. Weet je, de held krijgt instructies om een ark te bouwen. En dan is er die zondvloed en dan als het water gaat dalen, dat test de hel dan door vogels uit te zenden en daarna wordt een offer gebracht. Dat is eigenlijk gewoon één op één helemaal hetzelfde verhaal. En dat maakt het dan wel waarschijnlijk dat het een gemeenschappelijke bron heeft. Ja, precies. Ja, en dat soort bijzonder gedetailleerde kenmerken bijvoorbeeld, die zie je niet in de Griekse literatuur. Nee. In ieder geval niet zo vroeg. Wel later weer, maar dan is het overduidelijk door elkaar beïnvloed. Want dan zit je alweer in de... In bijvoorbeeld de christelijke tijd. Ja. Vroeg-christelijke tijd. Vroeg-christelijke tijd, zeker. Ja, er zijn een aantal lacunes volgens mij in de kennis heel lang geweest wat dat betreft. Hè? Als je kijkt naar de manier waarop West-Europeanen keken naar dat scheppingsverhaal en naar de zondvloed. Ja. Dan was er volgens mij een Engelsman, James Usher, die had een bepaalde datering, ik moet even spieken. Die had de schepping gedateerd op 4004 voor Christus en de zondvloed in 2348 voor Christus. En dat is nou juist volgens mij een periode waarin in Mesopotamië van alles bloeit. Enorm inderdaad. En dat betreft was het natuurlijk wel, want het spijkerschrift, we hebben dus ongelooflijk veel teksten, maar die zijn eigenlijk relatief recent pas beschikbaar gekomen. Want het spijkerschrift is ontcijferd in 1857. Mm-hmm. Ja, dat is ook maar een tijd geleden, maar als je het vergelijkt bijvoorbeeld met de klassieke teksten, die natuurlijk echt al eeuwenlang worden bestudeerd, is het eigenlijk een relatief nieuwe bron. En het was in die tijd, dat was dan in 1872 toen, dat kleitablet werd ontdekt door George Smith, die werkte in het British Museum, waar hij dat dus verhaal van dat zondvloedverhaal vond. Dat was ook echt een enorme schok wereldwijd eigenlijk, van dat er ineens een Bijbels verhaal op veel oudere kleitabletten verscheen. Dat heeft echt wel een enorme shockwave teweeggebracht.
En dat waren volgens mij kleitabletten uit een bepaald epos, meen ik me te herinneren. Ja, dat was inderdaad het epos van Gilgamesh. Dat is een van de beroemdste werken uit Mesopotamië. Dat is een epos wat ook heel veel parallellen vertoont met Homerus, met de Ilias en de Odyssee. En dat is als het ware een soort raamvertelling. Gilgamesh, de held, die is op zoek naar onsterfelijkheid en de zin van het leven. En die gaat dan ook langs bij Utnapishtim. Dat is dan de enige overlever van de zondvloed. En hij wil eigenlijk weten hoe hij dat heeft gedaan en hoe hij onsterfelijk kan worden. En dan vertelt Utnapishtim eigenlijk in een raamvertelling vertelt hij dat hele verhaal van de zondvloed. Maar wij kennen dat dus ook op andere kleitabletten. Het was heel duidelijk dat in dat epos zeg maar een al bestaand verhaal werd geïncorporeerd. Ja. Ja. Dus dat hebben we in die context. Dan focussen we ons volgens mij op Akkad en dat soort staten in de... Misschien derde millennium voor Christus? Zoiets. Ja, we hebben inderdaad ook al een Sumerische zondvloedverhaal. En wat ook heel interessant is, we hebben dus die verhalen. En dat is ook een aantal en ook op verschillende plekken gevonden in verschillende perioden. Dus het was duidelijk, was het ook een populair verhaal. Mm-hmm. En we hebben uit 2100 hebben we ook een koningslijst over, ingeschreven in het Sumerisch. En Sumerisch was zeg maar de oudste taal die werd gebruikt voor het spijkerschrift. En dat tablet is heel bijzonder. Dat is eigenlijk een lijst dat geeft een soort geschiedenis van het koningschap vanaf het begin der tijden. Mm. En ja, het is eigenlijk een opsomming van alle koningen. In het begin, die worden ze echt absurd oud. Regeren ze echt 30.000 jaar of zelfs langer. Mm. En dan is een hele lijst een opsomming van namen. En dan, dat is ook de enige gebeurtenis die wordt vermeld. Dan wordt gezegd, en toen was er de zondvloed. En dan is het echt een scheiding. En dan na de zondvloed. En dan krijg je weer een lijst koningen. En dan zie je al dat die... Nou, in het begin worden ze nog steeds vrij oud, maar het wordt steeds realistischer. En op een gegeven moment komen we echt in de historische tijd terecht. Ja. En dat is wel interessant, als die zondvloed werd echt wel... Het was echt een markering van voor en na de zondvloed. En ook in andere verhalen wordt er wel naar verwezen van kennis van voor de zondvloed. Dus het was wel echt wel iets wat wel niet alleen maar los verhaal was, maar mm-hmm. wat we echt vaker terugvinden. En dat is denk ik... minder het geval in de Griekse literatuur, hè? Of nee, niet? Kennen we in de Griekse literatuur niet. En zoiets ouds ook sowieso niet. Hè? Want je hebt het over echt wel bepaalde lijsten van een veel hogere ouderdom dan die wij hebben. Ja. En bij ons begint het natuurlijk allemaal gewoon met Homerus en met Hesiodus. Ja. Dat zijn onze vroegste literaire bronnen. Ja. En dan spreek je dus over de 8e eeuw voor Christus... met teksten die misschien dus teruggaan tot de 12e eeuw. Teksten, ja. Dus orale overleveringen... Ja. die teruggaan tot misschien 12e eeuw. Ja. En is er wel een bepaald soort idee van een gouden hoofd... en dan leme voeten, zoals dat in veel Bijbelse tradities volgens mij verteld wordt? Dus dat er een glorieuze voortijd zou zijn geweest en een minder... Nou, daar horen we dus wel in die oudste literatuur die we van de Grieken hebben over. Mm-hmm. Dus die Hesiodus, waar ik het net al ook eventjes over had, die heeft naast misschien die vrouwencatalogus ook nog de Theogonie en de Werken en Dagen geschreven. En in dat tweede geschrift, waarin hij eigenlijk aan de mensen uitlegt hoe je zou moeten leven, vertelt hij dus ook over verschillende geslachten of verschillende tijdperken. Het hangt er een beetje vanaf hoe je het vertaalt. En dan begint het inderdaad met een gouden tijd. Dus mm-hmm. die term die wij natuurlijk ook wel kennen van de gouden tijd van... nou ja, maakt verder niet uit van wat. Ja. Ja, maar hier gaat het dan wel echt over de mensheid. En die degenereert dan over de generaties of over de geslachten of tijdperken heen. Dus we gaan dan van goud naar zilver naar brons... Dan is er bij Hesiodus nog een opleving in die tijd van de helden. Oh ja. Waarvan hij natuurlijk ook wel dacht, dat was vlak voor onze tijd. Dus die moet ik er wel bij hebben, die helden. En dan komt het ijzeren geslacht, waar wij dus nu in zitten. Ja. Maar hoe die overgangen precies gaan... dit is een mythe die heel goed bestudeerd is in Hesiod Forschung, zou ik maar even zeggen... Ja. En dat is eigenlijk nog steeds hot topic, omdat het is een mythe die er die redelijk los beschreven staat, redelijk losjes ook. En je kunt daar heel veel vragen op afvuren die de tekst ook niet per se kan beantwoorden. Mm. En hoe dus die verschillende geslachten in elkaar overgaan en waarom het ene verdwijnt en het ander dan weer komt, dat wordt niet altijd heel expliciet gemaakt. We weten bijvoorbeeld wel van het zilveren geslacht... dat ze verwijderd zijn van de aarde door Zeus omdat ze onrechtvaardig waren. Nou ja, dan hebben we best een aardige parallel met het uitroeien van de mensheid... zeg maar in bepaalde andere literatuur. Maar bij andere geslachten weten we het niet zo heel goed. Ja. Ja. En dit verhaal heeft volgens mij dan ook nog wel weer een parallel met Plato, niet waar? Dus in Critias heb je, of in de Timaeus heb je
In Critias heb je de Nephilim. Critias is een volgens mij van de drie dialogen. Misschien kan je daar nader iets over vertellen. Die Plato zou schrijven. Volgens mij heeft hij twee van die drie dialogen uiteindelijk afgeschreven. Ja, klopt. En dan heb je dus ook nog dat hele boeiende verhaal over Atlantis. Ja. Wat echt een soort van uitgebreide vertelling is. Dat dan opeens stopt. Ja. Dan is er eerst een tamelijk uitgebreide beschrijving van de stad Atlantis en hoe het was ingericht en wat voor dieren er allemaal op het eiland woonden en allemaal van dat soort dingen. En dan eigenlijk in het allerlaatste stukje zegt Zeus dan dus, ja, nu zijn de mensen helemaal corrupt geworden en gedegenereerd. Laten we er snel een eind aan maken. Of tenminste, hij neemt een aanloopje om dat te gaan zeggen. Mm-hmm. En dan staat er dus Zeus, zij, en dan stopt het. Oh. Dus we weten niet hoe dat er verder afloopt. Maar het is wel dus ook daar heel duidelijk dat er sprake is van een bepaalde morele terugval. Dus die eerste koningen en de eerste generaties in Atlantis, die stonden nog heel dicht bij hun goddelijke scheppers. En langzamerhand kruipt er dan steeds meer menselijkheid in. Zo schrijft Plato dat ook. Ze worden steeds menselijker en dan heeft hij het dus over... eigenlijk gaat het dan over machtswellust en over hebberigheid en dat soort zonden. Ja. Die zorgen dat die mensen steeds verder afkomen te staan van wat eigenlijk de bedoeling is en hun goddelijke wetten van het begin niet meer eren. En eigenlijk op elkaar spullen uit zijn en dat soort zaken. En dan is het tijd om er een eind aan te maken. Dat is natuurlijk wel een mooi probleem met het Genesis-verhaal uit de Bijbel natuurlijk. En dat is natuurlijk ook de zondigheid van de mens. En dat is wel interessant, want dat aspect dat lijkt helemaal te ontbreken eigenlijk in de spijkerschriftbronnen die we hebben. Oh. Want daar wordt, we hebben een vrij, zeg maar, de meest uitgebreide versie die we hebben, die begint ook met de schepping van de mens. Er wordt ook heel duidelijk, er zijn eerst alleen goden en wel verschillende generaties. En er zijn je hebt dan de Igigi-goden die moeten werken voor de andere goden op het land. En die moeten kanalen graven en dat is allemaal veel en veel te zwaar. En die komen dan in opstand. Dat wordt wel interessant ook echt als een soort revolte beschreven. Dat ze hun wapens in brand steken en dan het huis van omsingelen van de koning van de goden van de aarde. Ja. En dan is er wat paniek bij de goden. En dan is er ook wel begrip. En dat vooral Ea, dat is de god van de wijsheid, die zegt ook ja, maar het is ook waar. Ze werken ook veel te hard en dat horen en zien we eigenlijk ook al de hele tijd. En dan wordt besloten, nou laten we dan de mensheid scheppen om het werk van de goden over te nemen. Dat wordt ook heel expliciet zo gezegd. En dat gaat dan een tijdje goed, maar die mensen die vermenigvuldigen zich. Ze worden trouwens geschapen van klei en bloed van één god en een beetje spuug. Dat is de magische mix. Dat is de mix. Waar. Ja. En dat is eigenlijk wel grappig. Dat is dan de goden, vooral één god, de god van de aarde, die heeft eigenlijk gewoon vooral last dat mensen te talrijk worden en te veel lawaai maken. En dat hij er niet van kan slapen. Het is we hadden al eerder herkenbaar. Over, het is net een beetje de boze bovenbuurman. Maar het is echt, het wordt niks over zondigheid, maar gewoon, ze zijn gewoon te lawaaiig. Hij heeft er last van, hij wil slapen. Wees stil, is eigenlijk de moraal van het verhaal. Ja, een beetje stil doen inderdaad. Ja. En dan is het ook trouwens, dan doet hij eerst, zendt hij ook nog een epidemie. En een hongersnood. En dan op een gegeven moment is er echt klaar mee. En dan is het idee dat die zondvloed dan echt het finale einde moet zijn van de mensheid. En dan is er dus één god weer, die god van de wijsheid, Ea. Die waarschuwt dus één persoon indirect. Want hij heeft moeten beloven dat hij de mensen niet zal waarschuwen. En dat doet hij dan door eigenlijk zijn boodschap te richten tot het rieten hek waarachter dan de held staat. Dus dan indirect. Dat betreft was het natuurlijk in Genesis wat makkelijker. Het was natuurlijk maar één god die kon Noah gewoon direct waarschuwen. Die had natuurlijk geen last van andere goden die zijn plannen konden dwarsbomen. Ja, precies. Ja, maar wat je in Genesis bijvoorbeeld dus ook ziet, maar ook heel sterk in die Griekse mythe over die gouden tijd die dan ten einde komt, is dat er is dus die gouden tijd, die wordt dan gekenmerkt door wat die Grieken bios automatos noemen. Dus dat is gewoon dat alles wat je nodig hebt om in leven te blijven, komt gewoon vanzelf uit de aarde. Dus je hoeft niet te ploegen, je hoeft niet te werken, je hoeft niet die rotkanalen te gaan. Paradijs. En allemaal van dat soort, dat soort dingen. En die tijd is echt voorgoed afgesloten voor ons door de goden. Net zoals natuurlijk Adam en Eva dan uiteindelijk Eden moeten verlaten. Ja. En dat God ook zegt, ja, nu moet je dus werken voor je brood. Ja. En komt het allemaal niet meer vanzelf.
Ja, en dat is dus helaas waar we tegenwoordig ook mee zitten. Ja, daar tot zitten John Maynard Keynes, die dan weer de 15-urige werkweek voor de hele wereldbevolking in pacht had. Ja, dacht tot, hij in 1920, tot het zover is. Ja, precies, ja. Ook niet gelukt, vrees ik. Nee. Dat komt kom misschien nog. Ja. Laten we het hopen. Ja. Ja. Er is ook wel een soort van concrete symboliek en figuratieve kunst volgens mij in Mesopotamië, toch? Die met dit soort thema's speelt. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de bibliotheek in Nineveh. Ja, je kijkt gelijk naar De vis. Ja. Misschien weet jij daar meer van, Willemijn. Hoe dat... Nou, we hebben net in Mesopotamische teksten komen de zogeheten apkallus voor. Dat zijn de wijzen. En dat zijn, die worden soms wel beschreven als dat ze de vorm hebben half van een mens en half van een vis. En daar hebben we inderdaad ook afbeeldingen van beeldjes. Maar een soort met een vissen staart en wel het gezicht van een mens. Soms ook wel nog met een gezicht van een visser overheen eigenlijk. Nou, je kunt ook, vissen kunnen natuurlijk ook behoorlijk de lengte hebben van mensen. Dus, ja. En dat zijn, dat zijn er zeven en dat zijn de wijzen. Het wordt ook wel gezegd dat dat degene zijn die bijvoorbeeld het schrift naar de mensheid hebben gebracht. En wetten, et cetera. Eigenlijk beschaving, kort gezegd, inderdaad. Ja. En die hebben inderdaad die vorm van half vis en half mens. Er was dus volgens mij een grote bibliotheek in Nineveh. Als ik me niet vergis, nog groter dan die van Alexandrië. Dat maakt is hier van meer van over? Oké, wrijf het maar een beetje in. Ja, precies. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel eigenlijk natuurlijk heel met dit alles. Hè? Dat we hebben natuurlijk onze bronnen, jij zei het al, dat de bron in Griekenland pas veel later beginnen, heeft ook alles te maken met het materiaal. Hè? Dat klei is natuurlijk zo'n fantastisch, bestendig materiaal, wat ook alleen maar sterker wordt door brand. En die meeste van die paleizen, of inderdaad zo'n bibliotheek van Assurbanipal, die kwam meestal door vuur of andere ellende om het ten einde. En dat is juist daarom heel mooi gebakken en bewaard gebleven. En dat, terwijl papieren daar een stuk minder goed tegen kunnen. Behalve dan in Egypte, maar die hebben natuurlijk weer een heel extreem droog en gunstig klimaat wat dat betreft. Ja. Assurbanipal, dat is in de 8e eeuw voor Christus, geloof ik. En dan spreken we volgens mij ook over dezelfde tijd als de tijd van Hesiodos. Dus dan zie je toch dat die in die periode veel gegenereerd lijkt te worden. Ja, en we weten niet zo heel goed hoe oud dat spul is waar Hesiodus dus mee aan de slag gaat. Of hoe lang dat al bijvoorbeeld oraal circuleerde voordat hij het een keertje dan zeg maar in dichtvorm ving. Ja. En er zijn ook wel aanwijzingen inderdaad dat bepaalde verhalen die Hesiodus dus opschrijft, dat die wel grote overeenkomsten vertonen ook met dan het Oosten of met Mesopotamië. Zoals die mythe van de vijf geslachten, waar ik het net even over had. Maar ook die überhaupt natuurlijk die opvolgingsmythe die hij in de Theogonie beschrijft. En met die drietrapsraket. Eerst heb je een hemelgod en die wordt dan vervolgens door een ander opgevolgd. Maar dan is het pas de derde die de definitieve heerschappij vestigt. Thuis dan, volgens de Griekse mythologie natuurlijk. Maar dan komt er nog een grote uitdager. Typhoïs heet hij dan bij de Grieken. Die dan echt nog eventjes die hegemonie van Zeus test met een aanval. En als dan Zeus erin slaagt om die Typhoïs eigenhandig uit te schakelen, heeft hij bewezen dat hij de oppergod mag zijn tot nu eigenlijk. Want hij is nog steeds niet van de troon gestoten. Nee. Nou ja, door misschien God, zoals de christenen hem noemen. Oké, fair enough. Ja. Ja. En daarna weer Nietzsche misschien, maar goed. Allemaal mensen die daar weer kritiek op hebben. Okay. Maar dat verhaal wat jij beschrijft, Hugo, dat vinden we inderdaad ook op kleitabletten uit Gatoussia, dat is de hoofdstad van het Hethitische Rijk in Anatolië. En dat is inderdaad ook weer, dat kun je echt heel mooi één op één naast elkaar leggen. En daar heb je ook wel overeenkomst in details, dat je denk ik, ik weet niet of jij het er ook mee eens bent, maar dat je toch wel kan zeggen, het is wel hetzelfde verhaal in oorsprong. Natuurlijk ook, zijn natuurlijk ook zeker verschillen, maar... Ja, het is altijd moeilijk als je dingen gaat vergelijken. Ja. Maar ik denk dat ook helemaal de community opinion is, dat verhaal waar jij het over hebt, dat die Ulikumi verhaal, lijkt echt op verschillende punten, misschien wel 14, 15 punten, zo op hoofdlijnen als details, op de theogonie. Ja, naamsniveau zelfs ook inderdaad, precies. Ja. En Ulikumi kunnen we vergelijken met welke godheid? Ja, ik zou meer zeggen, je hebt ook het verhaal van Ulikumi, maar je hebt ook Kumarbi, een beetje de Kronos-figuur. Ja. En dan heb je Teshub, de stormgod, is dan Zeus. En verder, het is eigenlijk precies zoals jij... En je hebt dan Uranos, dat is dan Anu, en dat betekent ook allebei hemel. Er zijn heel... Maar het is volgens mij bij gevallen ook zo dat uiteindelijk de een
de ene god, de andere god, ja. Godheid castreert, toch? Door zijn genitaliën af te bijten en dan ook zwanger raakt van... Willen we voor de kijker wil ik ook nog even duidelijk maken dat we in die drietrapsraket in de eerste plaats Uranos hebben, vervolgens Kronos en dan als laatste volgens mij Zeus. Ja, klopt. Ja. En ik weet niet hoe Prometheus daar dan weer in past, maar dat... Ja, Prometheus is een hele lastige figuur. Ja. en wat je natuurlijk hebt sowieso is in Griekse mythologie in ieder geval, is dat er heel vaak verschillende mythen zijn die echt wel een soort vanzelfde thematiek hebben. Mm-hmm. Maar als je dan gaat proberen om ze in elkaar te schuiven en denkt van, oh, hoe passen die verhalen dan bijvoorbeeld chronologisch of wat dan ook in elkaar, dat is echt onbegonnen werk. Dat gaat gewoon niet, want dat materiaal weerstaat een dergelijke logische benadering. Dus je kunt dan beter zeggen, oké, bijvoorbeeld de mythe van de vijf geslachten. Ja. En het verhaal over Prometheus en Pandora en zo. Ja. Ja, dat zijn gewoon verhalen die allemaal een beetje dezelfde boodschap aan ons willen vertellen. Maar op andere manieren. Ja. En het is ook niet de bedoeling van bijvoorbeeld Hesiodus om daar één groot geheel van te maken. Hij vertelt die verhalen ook omdat hij een bepaalde centrale boodschap heeft. En kan dat op verschillende mythische en bijvoorbeeld in de werkende dagen ook met allerlei praktische voorbeelden en verhalen. Kan hij ons een beetje in de juiste richting duwen. Dus wat dat betreft zijn er allerlei lokale iteraties. Zijn mensen die uit een bepaald gebied komen ook bezig met op basis van lokale omstandigheden misschien dingen genereren. Plato die is volgens mij een van de eerste, als ik dat zo goed gelezen heb, die expliciet misschien ook die Griekse wereld samenbindt door de verschillende figuren in die dialogen uit verschillende gebieden te laten komen. Is dat niet een idee wat ergens op slaat? Nou, ik weet het niet per se, maar het is natuurlijk wel zo dat er allerlei verschillende soorten personages in die dialogen optreden. Mm-hmm. Die inderdaad allemaal verschillende achtergronden hebben. Meestal is de hoofdpersoon natuurlijk wel Socrates. Hè, dus die dialogen hebben wel een sterke soort van Atheense basis. Ja. Maar dat geldt niet voor alle, dat geldt helemaal niet voor alle dialogen. En wat wel zo is, is dat er, voor zover ik een beetje natuurlijk in die platonistiek zit, dat er wel een soort van beweging gaande is in de Plato-wetenschap van een vroeger standpunt dat Socrates de spreekbuis is van Plato. En wat Socrates zegt, dat is eigenlijk wat Plato had willen zeggen. En als we dus dialogen bekijken waar Socrates dan een rol in speelt, dan moeten we dus naar Socrates luisteren, die alle andere personages bijvoorbeeld weerlegt of aanvalt of wat dan ook. Er is dus wel een beweging die zegt, eigenlijk hebben we de dialoog als geheel. En het gaat Plato om de dialectiek. En de boodschap van een bepaalde dialoog moet je halen uit wat alle personages eigenlijk inbrengen. En het is niet zo strak dat we allemaal achter Socrates aan moeten lopen. Je moet het niet zo op een letterlijke manier enkelvoudig of eenvoudig lezen. Er gebeurt van alles en nog wat in zo'n dialoog. En dat moet je eigenlijk allemaal meerekenen. Ja, het heeft ook bewust wel in die vorm gedaan. Absoluut, ja. Dus je hebt niet te maken met een bepaalde filosofische of didactische of pedagogische of wiskundige of mythologische aard van het verhaal, maar eigenlijk wordt alles daarin gemixt. Ja, nou je zou in ieder geval wel kunnen zeggen dat de verschillende benaderingswijzen allemaal gebruikt kunnen worden door één of meerdere auteurs om een bepaalde boodschap over te brengen. En we zien dat bijvoorbeeld Plato ook dus heel graag voornamelijk natuurlijk de filosofie-dialectische methode toepast in zijn werken. Maar soms ook denkt, laat ik eens een mythe gebruiken. Want dat kan ook tot begrip leiden. Of het begrip verhogen of helpen een filosofische discussie in te kaderen. Ja, dat geldt dan ook voor de Atlantis-mythe? Dat geldt zeker ook voor de mythe van Atlantis, ja. En is dat dan een heel specifieke boodschap of is het heel... Nou ja, in het algemeen wordt wel aangenomen dat die Atlantis-mythe, die dus heel uitgebreid wordt beschreven en waar ook bijvoorbeeld echt wel aandacht wordt besteed aan hoe die mythe dan überhaupt bij ons is gekomen, of althans bij Plato dan. Die vertelt wel een verhaal over, wat ik net al even zei, die degeneratie van een van oorsprong bijna goddelijk volk. Dus gesticht door Poseidon met wetten van de goden en ontzettend veel voorspoed, welvaart. Een heel rijk land vol met allerlei natuurlijke grondstoffen. Dat
langzamerhand het menselijke, het overwicht krijgt in die Atlantiden, of de bewoners van Atlantis. Ja. En dat past natuurlijk heel goed in Plato's filosofie, van dat je aan de ene kant dat goddelijke hebt en aan de andere kant dat menselijke. En dat wij dus zo moeten oppassen, ook in onszelf, met onze goddelijke ziel en ons menselijke lichaam, dat we vooral blijven strijden voor dat goddelijke. Ja. Omdat we anders te veel op ons lichaam en de zintuigen die daarbij horen enzovoort afgaan. Dus dat dualisme van Plato, dat zit ook gewoon heel sterk in de mythe van het land. Dus je kunt in ieder geval heel makkelijk dat... Nou ja, allegorisch wil ik niet per se zeggen, maar je kunt het wel symbolisch op zo'n manier goed binnen Plato's algehele filosofische project brengen. Ja. En als we kijken naar de precedenten van Plato in het Mesopotamische gebied en misschien ook het gebied van de Hethieten. Het staat natuurlijk ontzettend bekend om volgens mij ook kosmische hypothese, kosmologie, astronomie. Daar was veel kennis van, dacht ik. Ja, er was heel veel kennis. En vooral over astronomie. We hebben dan van die astronomische dagboeken, die gewoon elke dag optekenden wat de stand van de sterren en zo. En, en ook van de waterstanden, et cetera. Echt van die, van die mooie almanakachtige feitjes, inderdaad. Die nu natuurlijk fantastisch materiaal zijn. Want soms hebben we echt heel mooie aaneenlopende series. En daar blijkt ook uit dat ze ook echt grote kennis hadden inderdaad van astronomie. En ook van wiskunde. De stelling van Pythagoras, die vinden we ook al op kleitabletten. Maar we hebben niet echt bijvoorbeeld zo'n Plato-achtig figuur. Of in ieder geval, dat is niet aan ons overgeleverd. Sowieso hebben we weinig namen van auteurs. Veel van die verhalen worden anoniem overgeleverd. Dus heel soms hebben we wel een auteur. Bijvoorbeeld bij Gilgamesh wordt er echt die krijgt echt een auteur. Iemand die genoemd wordt als schrijver van dat epos. Maar er zijn natuurlijk ook wel zeker wijsheidsteksten en instructies waar ook wel wordt gezegd hoe je moet leven. Inderdaad. En dan met hele universele boodschappen. Inderdaad, niet te hebberig zijn en eerlijk zijn. Ja. Maar niet, we hebben niet zo'n echt, wel ook wel dialoog, strijdgesprekken en zo, maar het is op een andere manier, maar ook eigenlijk heel vergelijkbaar. Ja. Je zegt wat betreft de boodschap. Je zegt dat de stelling van Pythagoras dus al op kleitabletten gevonden is. Ja. Van ver voor Pythagoras. Ja, eigenlijk is het een... Het interessante is toch ook dat Pythagoras volgens mij ook een soort van mythische figuur in de Griekse overlevering zou zijn. Of althans dat niet helemaal duidelijk is wat zijn origine is en de Pythagoreërs dat daar hetzelfde voor geldt. Ja, klopt. Nou ja, hij is denk ik wel een historisch figuur, maar er is wel een hele duidelijke legendevorming om die Pythagoras heen. Ja. Dus er was een soort Pythagoras-cultus, zou je kunnen zeggen. En dat ik denk dat dat ook wel door de meester een beetje in de hand werd gewerkt. Met allerlei leefregels die soms misschien helemaal niet zo heel erg duidelijk waren voor degene die ze dan ook daadwerkelijk aan het naleven waren. Maar er is een heel zweem van mysterie inderdaad rond die Pythagoras. Die het soms ook heel moeilijk maakt om dat echt te kunnen bestuderen. Om te kijken wat was het nou wat Pythagoras heeft gezegd. En wat is er nou eigenlijk allemaal gewoon, nep wil ik niet zeggen. Maar later of aan hem toegeschreven of pure mythevorming eigenlijk. Ja. Maar dat is natuurlijk ook iets vrij universeels. Hè? Dat een bepaald figuur, want ook die Gilgamesh, die ik net noemde, dat Gilgamesh-epos, dat was ooit ook, dat weten we nu vrijwel zeker, een historische koning die regeerde in het derde millennium, al wel na de zondvloed al. Maar daar zijn ook allemaal verhalen om ontstaan en legendes. Dus een beetje koning Arthur is natuurlijk ook een voorbeeld uit meer recentere tijd. Dus op zich kun je dat goed voorstellen. Maar dat maakt het soms wel moeilijk, net als bij zo'n zondvloed, om te filteren wat is eventueel waar of gebaseerd op historische gebeurtenissen of personen en wat niet. Klopt. Het is volgens mij tegenwoordig al lastig bij bepaalde nu nog levende historische personen, waar natuurlijk heel veel mythevorming omheen is. Dat je ook heel vaak denkt van, zou dit verhaal nou waar zijn of niet? En dan geen idee. Dus de Pythagoreërs waren in zekere zin misschien ook een cultus, zou je kunnen zeggen. Ze worden wel eens een beetje een secte inderdaad genoemd. Die misschien ook wel, want dat is het idee, ik ben natuurlijk archeoloog, en dat veel van de bouwtradities in Griekenland, dat die een origine hebben in de Levant. Dus dan lijkt het mij ook zonneklaar, of althans redelijk waarschijnlijk, dat de Pythagoreërs die kennis dus op de een of andere manier overgeleverd hebben gekregen. En dat er een soort van medium moet zijn geweest in de 6e, 7e, 8e eeuw voor Christus. En een van de grote pijnpunten in de archeologie is volgens mij
hoe dat nou precies is gebeurd. Ik heb zelf wel een en ander geschreven over deze thematiek. Maar het is heel moeilijk vast te stellen of het nou uit Egypte kwam of uit de Levant. Want, Je had een echte kennis, bijvoorbeeld wiskundige. Of was het toch ook centra waren of iets dergelijks. Of was het toch in Griekenland ook al best bekend eigenlijk? Hè? Dus in die zin lijkt toch wel uit, meer en meer natuurlijk al heel, heel vroeg best intensieve contacten waren. Dat zien we natuurlijk in handel, maar ook inderdaad met verhalen die overal opduiken. En dat is soms ook net, ook dat misschien in Griekenland die kennis er ook al lang was. Alleen hebben we dat niet, hebben we niet tastbaar overgeleverd. Ook het feit bijvoorbeeld dat we dat soms voor het verhaal voor het eerst vinden op kleitabletten, wil ook niet zeggen dat het verhaal per se daar vandaan komt natuurlijk. Hè. We weten verhalen heel lang kunnen bestaan, heel standvastig kunnen zijn en ook heel lang kunnen reizen. En bijvoorbeeld dat Gilgamesh-epos wat ik noemde, daar hebben we ook wel, zien we ook parallellen met bepaalde Sanskriet-tradities uit India. Dus het is ook, in die zin wil het ook niet zeggen, als je het eerste keer iets gevonden hebt, dat dat ook dan de plek is waar het is ontstaan. En zeker bij verhalen kun je dat denk ik helemaal niet zeggen. En dat de verbintenis eigenlijk nog veel verder gaat dan dat gebied wat wij de vruchtbare halve maan noemen. Ja. Dus Mesopotamië, dat er misschien ook wel connecties kunnen zijn geweest met wat nu in Pakistan, Mohenjo-Daro en dat soort steden ligt. En, nou weet ik wel handel, dat Lapis Lazuli moet natuurlijk van Afghanistan gekomen zijn. Dat, of Zuid-Amerika, maar dan lijkt Afghanistan toch net iets dichterbij. Niet waarschijnlijk. Ja. En via Atlantis misschien, toch? Dan kan het prima, De Atlantis Highway. Ja, precies. De hub, global hub. Nee, niet een nieuw Silk Road. Dus ja, ik weet niet of we daar verder bewijs voor hebben. Iets van een, behalve dat lapis lazuli natuurlijk. Ja. Volgens mij is er in Atlantis was er ook een specifiek gesteente. Wat... Ja, Oligalcum heet dat dan. Ja. Dat was, dat tenminste volgens Plato dan, die het eerst over Atlantis schrijft. En die noemt dit metaal als het mooiste metaal. En wat ook, denk ik, als een betaalmiddel kon worden gebruikt. Mm-hmm. Maar ja, veel weten we daar ook niet van. Dus dan sta je in een soort van alchemische traditie bijna. En het begin van het muntgeld en dat soort gedachten over omsmelten en dergelijke. Dat, als het ware, in Plato naar boven hebben gehaald. Dat transformaties centraal staan heel erg in deze tijd. Muntgeld is volgens mij geïntroduceerd in die 7e of 6e eeuw voor Christus. Ja, 7e eeuw wordt meestal gezegd. Ja. Dus maar je hebt natuurlijk al heel veel voorlopers daarvan. Mm-hmm. Dat ook zilver als betaalmiddel werd gebruikt. Ja. En er natuurlijk ook al vaste eenheidsmaten en gewichten waren en zo. Dus het is natuurlijk zo dat net een beetje hoe je geld definieert, toch? Of je echt munten, dat het echt moet zijn. Dat moet een munt zijn met een waarde erop. En in een voorgesprek afgelopen woensdag hebben we ons eigenlijk heel erg gefocust op een ander thema, namelijk dat in dit soort mythen waar we het over hebben, dat dieren een zeer specifieke rol spelen. Dus we hadden het volgens mij ook over een rog bij het Great Barrier Reef. Ik weet niet wie, een van jullie kwam daarmee? Dat... Ja, je hebt dat volgens mij toen ingebracht van een rog dat een stuk van het land kwam opeten, toch? Ja, dat klopt. Ja, dat is inderdaad, we hadden het inderdaad over met orale tradities. En die zijn natuurlijk heel moeilijk grijpbaar en vaak wordt het afgedaan als folklore, maar dat toch wel steeds meer blijkt dat orale tradities sowieso ontzettend lang terug kunnen gaan en soms ook best toch wel enige kern van waarheid in zich kunnen hebben. En een heel mooi voorbeeld vinden we dus in Australië, waar je dus bij een aantal clans van de Aboriginals, de oorspronkelijke bewoners van Australië, wordt beschreven hoe hun land kleiner wordt, dat de zee stijgt en dat het land van de kangoeroes verdwijnt en dat er eilandjes komen en zo. En dat de manier waarop ze dat beschrijven, het is natuurlijk wel inderdaad in mythische teksten, met dieren die een rol spelen, maar het is eigenlijk een heel mooi, het past heel mooi op wat er geografisch gebeurt in die periode. Ja, na de laatste ijstijd weten we dat in totaal de zeespiegel zo'n 120 meter is gestegen. En dat eigenlijk hoe zij die beschrijvingen, dat past eigenlijk één op één. En ik geloof ook dat er ook echt wel redelijke consensus over is, dat in die verhalen eigenlijk dat een beschrijving is van dat proces. Maar dat proces stopte, de meningen lopen een beetje uiteen, maar zo rond 5300 of zo wordt meestal wel een beetje als eindpunt gezien van de stijging van de zeespiegel. Dus dat zou betekenen dat 7000 jaar of misschien zelfs langer mondeling is doorgegeven. En dat zijn 300-400 generaties. Dat is natuurlijk duizelingwekkend eigenlijk. Ja. Maar het is wel, het waren verhalen, maar die waren wel ook echt onderdeel van rituele context, ook met dans en zo. En waar ook duidelijk echt wel een
een mythische betekenis aan werd gegeven. Dus dat, ja, dat maakt het ook waarschijnlijker dat het dan langer bewaard blijft. Maar dat is natuurlijk wel, en je hebt ook een voorbeeld uit Oregon, geloof ik, in Amerika. Je zo'n Mount Mazama is dat, geloof ik. Die, ja. Dat is zo'n vulkaanuitbarsting die we dateren op 7700. En die ook echt dus in orale tradities van die Native Americans wordt beschreven. Dus we hebben wel voorbeelden. Wel, je moet altijd nog steeds heel erg oppassen. Maar je hebt toch soms wel interessante voorbeelden dat je denkt van hey, dit. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat meteen alle mythes waar zijn. En het is ook niet dat. Er zitten ook altijd weer aanvullingen en veranderingen in. Ik zie je ook. Nee, dat is helemaal waar. Dus er zijn wel van dat soort verhalen. Nou, je noemde net al een paar waarvan je zou kunnen zeggen, oh jee, dat zou dan best wel eens heel ver terug kunnen gaan. Ja. Als we inderdaad die in mythe beschreven gebeurtenissen weer één op één kunnen leggen op bepaalde historische gebeurtenissen. Maar wat je zegt is helemaal waar. Dus als een verhaal meer is dan alleen maar een verhaal. Ja. En dus als het omkleed is met bepaalde rituelen, waardoor het veel sterker wordt. Hè, waardoor het veel meer kans heeft om zo lang doorgegeven te worden. Zodat het echt zeg maar identiteitsbepalend is voor een bepaalde stam of een bepaald volk of zo. Dan is dat in theorie denk ik wel mogelijk. Ja. Ja, of natuurlijk echt iets zoals inderdaad die vulkaanuitbarsting die in Oregon, dat was ook wel een heel heftige explosie. Dat kun je ook voorstellen dat dat ook wel iets is, zo'n gebeurtenis die zo'n impact heeft, dat dat absoluut ook wel daarom wordt doorgegeven. Ja. En volgens mij was het vorige week nog in de krant dat ze ook nu, dat is dan iets recenter, maar zo'n dat er in orale traditie in Kenia en Tanzania is, dat was altijd het verhaal dat dan rond 1000, wel na Christus, dus maar 1000 jaar geleden, dat lokale vrouwen dan trouwden met Perzische prinsen. En is nu door DNA-onderzoek blijkt inderdaad dat je rond die periode, rond 1000, ineens een enorme influx ziet van Zuidwest-Azië, Aziatische DNA. Dus dat is ook weer zo'n, terwijl heel lang dan werd gedaan van, oh, dat is natuurlijk gewoon maar een verhaaltje. Onzin. Inderdaad. Ja, ja, ja. 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 Dus Graham Hancock is wel degelijk op een zeker spoor met dit soort. Dat weten we niet, hè? Het is nou, heel. Ja, ik heb het niet alles gekeken, gezien, maar volgens mij slaat hij natuurlijk behoorlijk ver door, toch? Dat is wel mijn theorie, inderdaad. Ja. Maar tegelijkertijd moet je daarin open blijven. Als archeoloog of als wetenschapper, denk ik. Ja. En dit soort dingen zeggen toch wel weer andere dingen. Dus in die zin wil ik me eigenlijk misschien nog even focussen op Mesopotamië. Mm-hmm. Want ik had Peter Akkermans een paar maanden geleden hier, professor archeologie van de Nabije Oosten. En die had het vooal over de periode net na het Epipaleolithicum. En daarin ontstaan dan dus allerlei sedentaire gemeenschappen. Ja. De vraag is dan, die lokale tradities, hoe komt daar dan uiteindelijk dat Gilgamesh-epos uit voort of zo? Ja. En wanneer ontstaat dat? Zoiets groots, toch? Want de schaal. Ja, dat is ja. Nou, het leuke is dat we Gilgamesh eigenlijk redelijk goed kunnen volgen, maar wel ook relatief, of laat eigenlijk niet. We hebben dus die koning Gilgamesh ergens in het derde millennium plaatsen we die. En dan vanaf ongeveer ook eind derde millennium, zo rond 2100, 2000, vinden we de eerste verhalen over deze koning Gilgamesh opgeschreven. Ja. Maar dan zie je al dat dat ook al optekeningen zijn van een veel langere traditie. Dus waarschijnlijk vanaf het moment dat hij regeerde ergens. Aan het begin van het derde millennium. En dan zien we eigenlijk dat die verhalen op een gegeven moment worden samengebracht in een epos wat echt een overkoepelend thema heeft. En het zijn al 12 boeken, een beetje vergelijkbaar. Dus geen 24 zoals bij Homerus, maar 12. En dat. En dan zien we dus dat die verhalen gebruikt worden. En bijvoorbeeld ook dat zondvloedverhaal wordt er dan in meegenomen. Dat is eigenlijk heel leuk om te zien hoe je. En dan op een gegeven moment rond. Discussie over, maar waarschijnlijk zo rond 1200 of zo ontstaat er echt een soort standaardversie van dat epos. En die wordt dan echt gewoon nog meer dan 1000 jaar gekopieerd. En dan is het echt in die zin standaard dat het echt een vaste indeling is van tabletten. En eigenlijk gewoon de tekst ook heel erg hetzelfde blijft. Het is ook duidelijk wat op scholen werd onderwezen. Maar we weten ook dat daarnaast er ook nog een hele rijke orale traditie was over Gilgamesh. En naast dat ene standaard epos waren er ook nog varianten in andere talen. En in die zin is het wel. We hebben het vooral in Mesopotamië geattesteerd, maar ook in de Levant en in Anatolië. Het was echt een bekend epos, moet dat zijn geweest. Ja. Met dus ook veel parallellen met Homerus. Wat eigenlijk natuurlijk ook.
logisch is als je bedenkt wat Homerus natuurlijk ook voor een deel... Nou, het hangt natuurlijk een beetje vanaf wanneer je Homerus plaatst en hoe je die ziet. Maar wat je nu een beetje beschrijft over zo'n soort van verhaal... dat op een gegeven moment heel belangrijk wordt voor een volk... en dan andere verhalen zeg maar een beetje in die zwaartekracht van zo'n oerverhaal of zo meetrekt... en waardoor het steeds groter wordt en daarmee ook steeds bepalender en steeds belangrijker... Ja, tot het echt kanoniek is... en er een soort van vaste tekst bestaat... bij ons dan in Griekenland iets later dan bij jullie natuurlijk... waar je eigenlijk niet meer van mag afwijken... en waar dan vervolgens ook een hele traditie van uitleggers van gaat ontstaan. Hè? Want dan is op een gegeven moment is de tekst natuurlijk bevroren, zou je kunnen zeggen... en die wordt met het opschuiven van alle generaties... natuurlijk steeds moeilijker te interpreteren, omdat... de wereld verandert, maar die tekst blijft hetzelfde. Dus er komt zo'n hele, er komt een heel leger aan uitleggers, omdat we natuurlijk wel nog steeds bij dat oorspronkelijke verhaal willen blijven. En dat blijft gedoseerd worden, tot in lengte vandaag in de oudheid. Ja. Je opleiding begint gewoon met Homerus. Ja, ook dat is nu wat we doen. Soms nog zelfs. Toch? Ja. In Griekenland is het volgens mij ook nog steeds. Moet je wel steeds wel leren, Gymnasia natuurlijk in en Nederland natuurlijk ook. Op onze gymnasia. Ja. En natuurlijk ook al die tijd dat manuscript is doorgegeven... is ook interessant dat je natuurlijk al die commentaren hebt... ook van latere kopiisten in middeleeuwen en zo. Die natuurlijk ook daar, Ja, dat blijft maar doorgaan. Ja. En dan moet het dus wel enorm belangrijk zijn, zo'n tekst. En dan moet het echt gaan over... jezelf, hè, dus over je eigen identiteit. Anders heeft het ook geen zin om het te gaan uitleggen en om het in scholen te gaan behandelen. Dat is kennelijk wat je beschouwt als de kern van je eigen groep. Of het nou een volk of wat dan ook is. Ja. En dat solidifieren, dat gebeurt echt in die 6e eeuw voor Christus ongeveer. Ja, dat is ook heel moeilijk. Vaste pinnen. Dat is wel nu een beetje zeg maar, wat we denken. Dat ergens in de 6e eeuw... Die orale traditie van Homerus echt werd vastgelegd... en dat je dan ook op een gegeven moment afscheid neemt van de improviserende zangers... die dus, zeg maar, zoals Homerus zelf aan het dichten waren... tot opzeggers van een vaststaande voordrachtkunstenaars, van een vaststaande tekst. Maar dat is nog steeds ook heel erg omstreden... Maar je zou wel zo'n beetje kunnen zeggen, oké, het zal wel in de 6e eeuw gebeuren, maar in welk... Ja, er zijn allemaal wel theorieën over in wat voor situatie, wat voor context dat is gebeurd. Maar dat is allemaal ook weer omstreden. Ja, en Homerus, die was eigenlijk een figuur die voor ons niet helemaal te begrijpen is. Toch in de zin van dat we weten niet wie hij was. Dat is zo. Nee, Hij is uit de lucht komen vallen. Hij is echt uit de lucht komen vallen. Ja. En volgens mij had jij het laatste gesprek met... Ad Verbrugge, over jullie nieuwe boek over Plato. Met Ben van den Berg? Ja, met Bert van den Berg. Bert van den Berg, precies. En aan het einde van het gesprek had jullie het erover, meen ik me te herinneren, dat de mythologische component in Homerische vertellingen eigenlijk nogal op de achtergrond zweemt. Dat het niet zo'n... Dus dat spookachtige figuren of demonen... dat niet zo centraal Nee, dat is er zeker wel in Homerus minder, zou je kunnen zeggen. Hmm. Maar wat natuurlijk Homerus ons vertelt, hè, die Ilias en de Odyssee... dat is wel echt mythisch materiaal. En het zou helemaal kunnen, zoals Willemijn natuurlijk ook altijd vertelde... er is misschien echt wel iets echts. Er is een oorspronkelijke echte koning Gilgamesh... en die geeft aanleiding tot legendevorming... en het wordt steeds verder uitgebouwd, steeds verder uitgebreid... en dat kan bij Homerus net zo goed het geval zijn... dat er echt een Trojaanse oorlog was. Waar natuurlijk ook wel aanwijzingen voor zijn. Waar zeker gewoon allemaal bewijzen voor zijn. Dus ja, de site is er. Twijfelen we daar niet meer aan. De Hethitische teksten, die noemen het. Ja, nee, precies. En dan... maar goed, dan komen er verhalen waarin bijvoorbeeld... de goden regelmatig ingrijpen, zeg maar even iets. En mensen ook bijvoorbeeld afstammelingen zijn van goden en zo. Waardoor je zegt, ja, dat is wel echt... mythisch spul. Ja. Dat is inderdaad eigenlijk wel interessant van het Gilgamesh-epos. Dat wordt soms ook wel het eerste humanistische document genoemd eigenlijk. Dat daar de goden zijn er uiteraard ook wel... maar eigenlijk een relatief kleine rol spelen. Het gaat echt om Gilgamesh en eigenlijk ook om sterfelijkheid... en vooral mensen, wat het eigenlijk betekent om mens te zijn en de beperkingen. En dat zou ik ook wel willen zeggen natuurlijk ook bij Homerus... dat het eigenlijk de helden wel
centraal staan. Het die gaat treden wel op de voorgrond. Ja, precies. Ja, absoluut. Ja. Maar zij handelen natuurlijk wel in overeenstemming met wat er op de Olympus, waar de goden wonen, beslist wordt. Ja. Nee, maar het is zeker zo dat zij de hoofdrol spelen. Ja. Maar dat ingrijpen van de goden wordt natuurlijk wel als gewoon totaal matter of fact precies, gemeld. Zij zijn ook gewoon personages in die vertellingen. Ja. Ja. En dat is in Plato's Critias minder? Je hebt die Nephilim toch? Die reuzen mensen die... Nou, dus die komen in Plato ook wel voor als als die ze mythen vertelt. Ja. Maar het zijn natuurlijk wat meer filosofische mythen en soms ook wat abstracter. Ja. En hij werkt bijvoorbeeld ook graag met dat concept van de daimon, van de demon. Dat heeft bij ons nu een hele negatieve connotatie, maar dat zou ik gewoon een godheid kunnen noemen. Die in Homerus heel erg onbepaald is. We weten eigenlijk niet zo goed wat dat is. Dat is gewoon een soort god, maar we noemen hem niet. En die krijgt bij Plato een veel concretere rol eigenlijk als een soort van... Nou ja, wij hebben het dan maar een beetje beschermgeest genoemd. Die wordt veel persoonlijker. En allerlei verschillende mensen hebben dan ook hun eigen daimon bijvoorbeeld, die voor ze zorgt en een beetje achter ze aanloopt. Net zoals Socrates zelf natuurlijk ook zei, als we Plato mogen geloven, dat hij een kleine daimon had in zich, een daimonion. Dat alleen maar hem van het doen van bepaalde zaken weerhield. Dus alleen maar af en toe dan soms nee zijn. Nee. En dan moest Socrates het maar niet doen. Ja, ja. Precies. Ja, een soort van, waarvan mensen tegenwoordig wel zeggen, oh, dat is wel misschien het eerste geweten dat als zodanig wordt beschreven in de literatuur. Ja. Stemmetje binnen in jezelf. Stemmetje in je hoofd, ja. Ik zou ook nog even naar dat thema van Uranos willen gaan. En de periode waarin Uranos dan volgens mij aangevallen wordt door Kronos, dan wordt hij ontmand, geloof ik, toch? Zo is het. En dat kent dus ook weer een traditie die heel veel teruggaat, begreep ik. Ja. Dat vinden we dus ook inderdaad in dat, het verhaal van Kumarbi, uit wat we kennen uit Hethitische bronnen, ook spijkerschriftbronnen. Mm-hmm. En de 13e eeuw, maar dat lijkt er ook, dat is overigens ook duidelijk een ouder verhaal en wat ook heel duidelijk invloeden heeft uit Mesopotamië. En daar, waar we het al even kort over hadden, eigenlijk zie je gewoon dat verhaal, die drie generaties goden en Uranos. Je hebt dan de Uranos in het verhaal van dat we kennen uit Hethitische bronnen. Daar heb je dan Anu, dat betekent ook hemel. Hè. Het is ook echt dezelfde generatie. En die worden inderdaad door de genitalie. In het Hethitische verhaal is het zo dat dan probeert de god omhoog te weg te vluchten. En dan wordt hij bij de benen gepakt en dan kan hij nog net mooi zijn genitalie afhakken. Ik weet niet of het ook precies zo wordt beschreven, hoe die illustratiescène in... Het is wel ook redelijk beeldend. Maar daar hebben we te maken met natuurlijk toch echt weer een beetje een ander verhaal. Waarbij helemaal aan het begin van de wereld, dus aan het begin van de kosmos, heb je die twee supergrote instanties. Hè? Aan de ene kant de aarde en aan de andere kant de hemel. Dus Gaia en Uranos. En die liggen op elkaar. Ja. Op zo'n manier dat er dus de hele tijd ook goden worden verwekt. Maar ze kunnen niet worden geboren, omdat Uranos nog steeds bovenop Gaia ligt. En dat wordt voor Gaia een totaal onhoudbare situatie. En dan creëert ze een sikkel die ze aan een van haar kinderen geeft. Hoe je dit allemaal moet voorstellen is natuurlijk ook heel ingewikkeld, maar dat maakt helemaal niet uit, want het is een mythe. Ja. En dan wordt dus uiteindelijk wordt dan de penis van Uranos afgeslagen met zo'n sikkel. Ja. En Kronos is dus degene die dat doet. Hè. Dat is die zoon die dan dus de volgende generatie van goden inleidt eigenlijk. En dan de oppergod wordt na Uranos. En wat wel interessant is dat echt zo wordt beschreven alsof... de sikkel is natuurlijk een werktuig dat op het land wordt gebruikt. En dat hij dan vervolgens dus ook die genitaliën van Uranos zo achter zich weggooit, alsof hij een soort oogster was. Oh ja, ja. Tegenwoordig, we denken wel heel veel, en we hebben ook heel veel afbeeldingen daarvan, dat die tijd van Kronos die dan komt, dat eigenlijk ook dus de tijd was van de landbouw. Ja. En dat die Kronos de landbouw introduceerde. En dat daarom misschien ook wel van de gouden tijd wordt gezegd dat de tijd van Kronos was. Ja. De tijd van de ongekende overvloed eigenlijk. Ja.
die dan door zo'n sedentaire maatschappij mogelijk gemaakt kan worden. Dus feitelijk is het symbool van het communisme een eeuwen, millennia oude referentie, zou je kunnen zeggen. Zeker, dat gaat heel ver terug. Ja. Er kleeft nog bloed aan die sikkel. Gelooflijk diepzinnig. Traditie natuurlijk sowieso. Ik zou er nog even één opmerking bij willen plaatsen misschien, wat betreft die sikkel. Waar kunnen we dat nou verder aan relateren? Want je zou kunnen zeggen dat het ook iets met vadermoord te maken heeft of iets dergelijks, toch? Of een bepaald verband tussen verschillende generaties. Die castratie. En dat echt een bepaalde bron in het dagelijks leven ook heeft. Nou ja, wat wel natuurlijk heel erg zo geldt voor die opvolgingsmythe, die je ook aan de overkant ziet, is dat natuurlijk een soort weerslag is van een dynastieke worsteling. Ja. En de oude koning die gaat dood of verliest aan kracht of wat dan ook. En die moet dan eigenlijk een beetje worden verslagen door de zoon die dan opnieuw op de troon kan gaan zitten. Ja. Dus veel mensen zeggen wel dat die overeenkomsten, naast dat er in dit geval dan echt wel specifieke overeenkomsten zijn, dat dat ook wel heel algemeen is in patriarchale samenlevingen. Ja. Dat de zoon op een gegeven moment weer dat plekje voor zichzelf moet proberen te vinden. En dus zich moet afzetten tegen de vader. Ja. En bij de Egyptenaren is het natuurlijk net anders, toch? Want dan is het volgens mij, wie hakt dan de penis van Osiris af? Het was Set. Het is een boer. Ja, die sowieso Osiris natuurlijk in allemaal stukken hakt. Die dan verstopt over heel... Die bij elkaar gezocht moeten worden. En dan moeten ze weer verzameld worden, zodat hij in ieder geval nog toch weer een kind kan krijgen. Zo is er toch nog diversiteit en eenvormigheid in het Midden-Oosten. En daar maar absoluut. Er zijn natuurlijk ook wel mensen die zeggen, oké, het lijkt heel erg op elkaar, die twee verhalen. Ja. Maar tegelijkertijd zien we ook dat die verhalen heel goed passen bij de eigen cultuur. Ja. Ja. Dus natuurlijk zijn er dus best wel sterke overeenkomsten. En tegelijkertijd kun je ook weer zeggen, oh wauw, dat verhaal is wel weer bij de Grieken dan terechtgekomen op een manier die aan hen veel heeft te melden. Ja, precies. Dat maakt het eigenlijk heel interessant. Hè? Dat je gewoon ziet bepaalde literaire motieven, dat die in verschillende vormen kunnen opduiken en op verschillende manieren worden gebruikt, inderdaad. En ook worden aangepast aan de... Aan de lokale habitus. Ja, precies. Je kunt niet inderdaad random gewoon een verhaal kopiëren en dan ervan uitgaan dat in die andere cultuur ook zo belangrijk wordt gevonden dat weer steeds die moeite wordt gedaan om het de hele tijd door te gaan geven, als het geen culturele betekenis heeft voor die mensen. Precies. Dus zo gaan we door, denk ik, met verhalen maken en bespreken. Dit was in ieder geval een zeer uitgebreid en bijzonder verhaal. Ik dank jullie daar hartelijk voor. Het was een eer met jullie te mogen spreken hierover. Dank voor de uitnodiging. Dat is heel leuk. Ik wens de kijkers ook een prettige dag of avond, ochtend of nacht, of wat ze ook gaan beleven op het moment dat ze dit filmpje zien. Voor nu een goed en prettige dag. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.